Nou, u ziet het schip dat begint nu vaart te maken. Het verdwijnt zometeen uit het zicht. Tenminste, dan kunt u het niet meer goed zien. Als het ietsje verder is, dan zullen beide sleepboten weer worden losgegooid. En dan, dan gaat het schip verder weer naar Europoort, zoals ik net gezegd heb. Nou, op de loodscenter Aquila zijn alle mensen aan boord. En die draait nu van de Pride of Hull weg. Aanvangen met de volgende nautische show hier op het water onder Erasmusbrug. U ziet inmiddels al in het demonstratiegebied de Van Uden hier varen van het Rotterdam Offshore Sailing Team. Ook zij zijn dit jaar weer aanwezig, al die jongeren aan boord. Die komen hier de kunsten vertonen. En Gert-Jan Poortman, daar leren wij ontzettend veel van, omdat hij alle kennis heeft van het offshore zeilen en ook zeker weten van het inshore zeilen. Het gaat natuurlijk heel erg om kennis en techniek op de boot. En ook om gevoel. Dat is vrij lastig. Je moet je wagen zien te plannen. Je moet op verschillende boten zien te komen. En is dat ook wel te doen? Want je moet natuurlijk wel geld verdienen. Want waar komt het geld van vandaan? Is dat ook van de sponsoren? Voor ons team komt dat voornamelijk uit de sponsoren. En daar wil ik graag Van Uden, Dutch Sail, Eclectic, TNG, Swisswatches, Gil voor onze kleren. Heel erg voor bedanken. Premium Ropes voor onze lijnen, onze zeilen bij Noordsails en nog veel meer. Door deze sponsoren kunnen wij als jeugdteam meekomen met de top van de wereld. En kunnen wij zo onszelf heel erg goed blijven doorontwikkelen. Geregeld. Maar we zitten met 14 man op een boot. Iedereen heeft zijn eigen taken. Je hebt een voordekker, een midbouw en twee mensen in de pit. En die controleren welk zeil omhoog gaat en wanneer ze naar beneden gaan. Dan heb je nog twee fokkentrimmers. Een fok is het voorste zeil. Het is niet het witte zeil. Want daar hebben we een kite trimster voor. En dat is Carlijn. En zij trimt het allergrootste witte zeil. Dan heb je daarna, daarachter, Wiebren met het grootzeil. Dus die bedient het grote zwarte achterste zeil. En dat doet hij samen met Floris Lampen. Die staat achter het roer. Dus dat is een two-man machine. Ze doen het met z'n tweeën. En zij moeten dus echt zorgen voor de snelheid van de boot. Dan heb je natuurlijk nog Gert-Jan Poortman als coach zijnde. Samen met Cedric en Cas van Dongen voor de tactiek, strategie en navigatie. En dan heb je helemaal achterop Marijn en Quintus. En Quintus ben ik natuurlijk zelf. En wij zijn de dieselmotoren, of moet ik zeggen benzinemotoren, van de boot. Deze gaat draaien, hè?
moet dit hier brengen. Nu is het niet. Ja. Hier komen en voor 5 seconden lui blijven. Als je iets er ligt. Dit is veen. Dat is veel lichter. Heel vruchtbaar. Dan moet je geen dijken van maken. Dan moet je geen dijken van maken. Thijs. Dan is er bijna aan de beurt. Dus we gaan de kant op. Twee handen doen, ja. Goed zo. Ja, zie ik, kan het rustig. En vang het foutje maar op. Vang ik het foutje maar op. En hier. En de volgende. En dan. Oké, dat even. Dat dan weer wel. En daar die andere twee bovenin zitten. En opvangen. Ga je dit alsjeblieft? Ik laat gewoon alles vallen, maar dit is maar goed zo. Vang maar op. Dan leg je dit voor, leg je even hier in. Hier. Dan hou je even met twee handen de trap vast. Had ik het luik even wel. Ja? Waarom? En wat zit er dan achter? Hartstikke wat. Nou, kies maar wat uit. De pakken moet je laten liggen. Maar die andere dingen mag ik voor uitkiezen. Een pen of zo. Of die bal, weet je wat er in die bal zit? Daar zit een regenpoltje in. Dus als je moeder en je opa helemaal nat worden van de regen, pak jij even je regenjas daaruit. Ga gewoon een regenjas zetten. Nou, kom maar. Hoe zit het, hè? Zo. Goed zo. Hé, hey, goed gedaan, man. Dank je wel. Hey. Lekker. Tot dan.
Look at me sometimes, like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, they're all the things. Thank you.
De helikopter nu weer vertrekken. Wat ik net vertelde over de vuursteun die de helikopter kan bieden. Ja, op het moment dat er eigen troepen aan boord van het doelschip zijn, dan is dat niet meer effectief. En er loopt veel te veel risico om de eigen mensen te raken. De helikopter trekt zich dan terug, omdat het lawaai wat de helikopter produceert ook voor de eigen troepen bijzonder hinderlijk is. De boarding wordt nu verder uitgevoerd. En op het moment dat het doelschip onder controle is, kan de helikopter dan terugkomen. U ziet nog, het schip is nu weer veiliggesteld. De bemanning is bevrijd. En daarmee vind ik eigenlijk dat onze operators, onze mariniers, wel een applausje verdienen. Dus dames en heren, applaus voor deze mariniers. Eén keer per jaar, volgend jaar uiteraard weer. Zodat u het aan beide kanten kunt zien, u ziet die Ski Plus hier redding voor de kade, dankzij die high-by. We
Ik ben toevallig gisteren ook ben geweest en konden wij nog met de waterboten, als zij hier langs de kant konden komen, konden wij water afgeven. Maar dus op dit moment is dat helaas niet mogelijk. Dus ze gaan straks geen water aan de wal geven. Ze gaan wel de highway straks voorzien van water. Oké, zij zijn natuurlijk ook voorzien van water normaal gesproken. Zo schippers de highway, maar zoveel schepen die hier rondvaren, moeten voorzien worden van water. En zij kunnen dus door bepaalde manieren gewaarschuwd worden, of gewoon gebeld, of voor je berichten, maar ook via het lang kunnen zij aangeven van joh, wij hebben water nodig. En met soms zo'n bootje als de drinkwaterboten 15 of 14 lang zijn. En dan geeft ze hetzelfde water af wat ik thuis uit de kraan heb. Ik zei u al, helaas kan mijn collega Ramon Lulu aan de stijger staan om het water aan te nemen en uit te reiken. En dan kon ik even controleren of hetzelfde water is, maar ik kan u garanderen dat het water wat in die waterboten zit, normaal gesproken ook wat aan de boten gegeven wordt, hetzelfde is wat er thuis uit de kraan komt. Zodat ook zij koffie kunnen zetten en hun eten kunnen koken, maar ook in een soppetje kunnen doen. Dus even onder de douche, even wassen. Dus dat gebeurt ook, want dat is gewoon een varenkruis en zij moeten ook van alles kunnen doen. De kleinere tanks bevatten de meer speciale soorten smeerolie. Dus wat een schip ook nodig heeft aan olie en smeermiddelen, de Voorburg kan dit vaak met één levering aanleveren. De Tornado's maken zo even een rondje rondom de Valburg en dan zullen ze u laten zien hoe ze deze twee mannen uit het water gaan pikken. Deze vrijwilligers krijgen echt een hele goede training om dit soort schepen te kunnen bemannen. Dus zodat zij ook precies weten wat zij doen. Nou, ze zitten nu langs zij, dan worden ze zo aan boord gehaald. Nou, zwaait u even naar de Dokter Rensbrigade. Ze hebben de drenkeling inmiddels natuurlijk uit het water. Ook zij komen nog even langs om even een afscheid te nemen natuurlijk van na dit oefening. Dan gaan wij verder zo met de Valburg. Het is een partij die aan de kade is natuurlijk van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. De standplaats is Hoek van Holland. Zij is hier ook aanwezig. De Jolien Portier is in de reddingsboot door een laderschap van mevrouw Jolien Portier is de KNRM dit prachtige reddingsboot kunnen bouwen. Ze overleed op 12 januari 2000 en al in 1973 besloot de naamgeest de reddingsmaatschappij in haar testament op te nemen. Deelnemers aan deze show is de Riet en Jan van Wijk reddingsboot. Deze is 11 meter lang en 4 meter breed en is ook een van de snelle schepen die heel snel kan inspringen op het moment dat er een calamiteit plaatsvindt aan een van onze kusten. De bemanning van de reddingsschepen van de Koninklijke Reddingsmaatschappij bestaat uit 3 tot 6 personen. De capaciteit is berekend van 5 tot 120 personen. De reddingsboten komen ongeveer 2.500 keer per jaar in actie en varen wekelijks uit de oeverkosten in de kustvaart. De vrouwelijke kamer is een boot van 77 reddingsboten, stationeerd bij een station langs de kust. De redder, ja, die komt nu onder de helikopter. En die gaat zo contact maken met het schip. Juist in zo'n Britso-helikopter, een search and rescue. Die zijn hier bemand, uiteraard met de piloot, maar kijk, de redder gaat naar beneden, die maakt al een eerste contact. Maar er zit ook een verpleegkundige aan boord, en er is een ambulance verpleegkundige, die staat ook al een standby. Dus dat zijn hoogwaardige mensen die hier ook aan boord zitten en eerste hulp kunnen geven. En zorgen dat de slachtoffer wat meegenomen moet worden, gestabiliseerd is. Al is dat niet door het personeel aan boord, wat ook hooggekwalificeerd is, al gebeurd.
U ziet ook dat er goed gekeken wordt naar de redder. Wat hij doet, hij geeft ook aanwijzingen. Op die moment is hij op de dek gezet. En uiteraard blijft hij niet hangen. Hij gaat weer gelijk omhoog de kabel die u ziet. Het zogenaamde hoogste. En ook de tweede die komt nu naar beneden. Er zijn twee man aan boord voor het slachtoffer. Ook de aanwijzingen ziet u gelijk wel de kant moet ik op. De piloot kijkt daarna. De samenwerking met handbewegingen. En zo zijn er dus twee man aan boord. Ja, een soort broekpak aan. Dat is hetgene waar dit een slachtoffer in gezet kan worden. Waardoor die heel stabiel aan boord gezet kan worden. Nou, deze helikopter is nu afkomstig vanuit Midden-Zeeland. We hebben twee standplaatsen. Dus Midden-Zeeland waar deze helikopter vandaan komt. En uiteraard Den Helder. Waar ook een search and rescue helikopter staat. Zo eentje als deze. Voor de search and rescue, die achterbuiten ook mensen zijn die vermist worden. Ook hun patronen kunnen gaan vliegen, maar ook hun mensen kunnen gaan sturen. Zij komen altijd in actie, dus vanuit Midden-Zeeland of vanuit Den Helder. U ziet nu dat de kabel zo naar beneden komt. Ze staan al klaar, dus ze maken weer verbinding aan boord en zullen zo het slachtoffer omhoog wijzen. Dit is ook een precieze actie hoe dat gedaan moet worden. Ze moeten natuurlijk recht boven het schip komen. En dat het dus fantastisch gaat, dat heeft u ook net gezien. En zo kunnen ze zo snel mogelijk de slachtoffer naar het land brengen. Speciale afsluiter van deze Wereldhavendagen, de 47e editie, naar het centrum van de stad gekomen om aan jullie getoond te worden. En zoals je ziet heeft het schip echt twee kranen aan boord. En met deze twee kranen kunnen zware lasten af en voor het compleet containerschip van boord worden gehezen. En dat is wat deze gigant, deze Jumbo. De Jumbo is één van de offshore bedrijven in Rotterdam actief.
En dit is een van ons schepen. We draaien nu om dit schoenen. En het was een groot avondje deze drie dagen. Het was fantastisch om jullie te zien hier aan de kades. Zowel hier in de mini-kader als aan de overkant, de beste kader, de parkkader. Iedereen, hartelijk bedankt voor jullie komst. En natuurlijk, wij hebben 150 vrijwilligers die zich drie dagen hebben ingespannen over jullie dit enorme maritieme evenement zo succesvol mogelijk te kunnen laten verlopen.